Op het voormalige sportveld aan de Sportlaan in Wissekerken wordt vandaag onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Een oud inwoner van het dorp zegt dat hij in de Tweede Wereldoorlog hier een bom heeft zien vallen die niet zou zijn geëxplodeerd. Op het terrein zijn woningen voorzien, maar voordat de bouw begint wordt het zeker voor het onzekere genomen. Aan het eind van de dag zal duidelijk zijn of hier inderdaad sprake is van de aanwezigheid van explosieven.